In Deventer is vandaag de 9e Geert Grote Dag gevierd met een route langs huiskamers waar optredens of gesprekken waren. Het zogenoemde gemene festival was helemaal in de geest van Geert Grote. De grondlegger van de moderne devotie zocht in zijn tijd de mensen ook thuis in hun huiskamers op. Jij de kwasten, ik de werf, je maakt je wereld zelf groot. Jij de kwasten. De bekendste en belangrijkste Deventenaar is ongetwijfeld Geert Grote. Met zijn ideeën over het persoonlijk beleven van het geloof en een oprecht en eerlijk leven is hij de grondlegger van de moderne devotie. Het museum Geert Grotehuis eert zijn gedachtegoed met het nieuwe gemene festival. We gaan zo meteen naar 6 verschillende huiskamers toe. In elke huiskamer treedt iemand op. Dat kan een dichter zijn, dat kan een gespreksleider zijn en dat kan een zanger zijn. En iedereen die hier komt, die krijgt de zogenaamde route toebedeeld. Dus die gaat naar 3 huiskamers. Dus iedereen gaat 1 zanger, 1 dichter en 1 gespreksleider meemaken vandaag. De performers van vandaag zijn allemaal geïnspireerd door Geert Grote. Zijn gedachtegoed is vandaag de dag nog steeds actueel, vinden zij. Ik denk wel dat er heel veel behoefte is momenteel aan een moderne Geert Grote. Aan iemand die saamhorigheid predikt, aan iemand die voor verzoening gaat. Omdat veel extremen opduiken, zien we wel dat we iemand nodig hebben die met gezond verstand, met de nuancering en tegelijkertijd wel rechtvaardig daar optreedt. Dus in die zin denk ik niet dat er een moderne Geert Grote is, maar wel dat er een behoefte is aan een moderne Geert Grote. Zoals de zee staat en hier alles zoeter smaakt. Ja, bijzonder. Mooie ambiance en ja, de teksten zijn heel mooi, muziek. Dus ik vond het echt een hele bijzondere ervaring. Ja.